Bij weer een gloednieuwe aflevering van Road to Pokémon Meester. Mijn naam is Job en vandaag hebben we voor het eerst op dit kanaal een tin die we gaan openmaken. Deze is van Sword and Shield en laten we hem meteen gaan openmaken. We hebben de afgelopen tijd veel Rebel Clash opengemaakt, dus ik vond het wel weer tijd voor wat afwisseling. En zoals jullie weten, morgen is het moment van de nieuwe set. Darkness Ablaze komt dan uit en wat heb ik daar veel zin in. Ik heb er ook al iets heel vets voor besteld. Dus de volgende video komt iets super diks voor de Darkness Ablaze. Dus zorg dat je geabonneerd bent. En die komt natuurlijk weer donderdagmiddag online. Goed, we hebben hier allereerst de Zacian V promo kaart. Je hebt twee versies van deze tin en ik geloof dat de Zacian versie het beste is. Je hebt ook nog de Zamazenta. Maar ik denk dat de Zacian het beste is in het spel. Dan hebben we nog een codekaart. Die is voor jullie. En dan zitten hier nog vier pakketjes in. Oh, kijk, er zit toch een Rebel Clash in. Ik dacht dat de Sword and Shield is. Oh, ook nog. Volgens mij hebben ze aangepast. Rebel Clash, Sword and Shield en nog een Evolutions. Dus dit wordt ook de eerste keer dat we Evolutions gaan openmaken. Superleuk, ik ga het even neerzetten. Kijk, en deze tins zijn ook super handig om je kaarten op te slaan. Kun je ze goed in bewaren. En ze zijn ook een mooi displaypunt. Ik zal jullie de Zacian V nog even van dichtbij laten zien. Mooie kaart. Promo nummer 18. Leuke aanvulling. Maar dan gaan we beginnen met Evolutions. Dit is de reprint van de toch wel de set van Pokémon, de base set. En deze is geprint naar aanleiding van het 20-jarige bestaan van Pokémon. Codecard voor jullie. Hier is een 3 van de back. Goed, en dan gaan we beginnen met een professor ook. Een Koffing. Weer een trainer. En hier zit dus ook de Charizard in, die ook in de normale base set zit. En die is best wel wat centen waard, dus dat is waar we voor gaan. Caterpie. Drowsy. Magikarp. Dan een Electabuzz. Een Reverse Holo Nidorino. En dan een Beedrill. Volgens mij krijg je die echt vaak in Evolutions. Evolutions is ook super vaak geprint, dus het duurt wel even voordat die set wat meer waard gaat worden. Natuurlijk heb je wel de Chase card, hè, Charizard. Dus in de toekomst kan het wel een waardevolle set worden. Goed, we gaan nu verder met Sword and Shield. Hier de code card. En wat is het warm, hè, jongens, niet normaal. 35 graden is nu in Nederland. Ja, en voor mij is dat toch wel iets te warm. Ik kijk nu toch met minder plezier naar Piet Paulusma als hij het weer aan het vertellen is. En we beginnen met een Psychic Energy. Een Drizzle. Evolution Incense. Een Slazzle. Sizzlipede. Yamper. Een Clobopus. Cottonee. En dan een Chewtle, een Silicobra, Reverse Holo, een Common helaas, en dan een Sandaconda. Oké, dat is wel grappig dat die twee achter elkaar zitten. Maar is natuurlijk niet wel op open. Een normale rare. Goed, en dan gaan we weer door. Nu komen we bij Rebel Clash. Set waar ik al aardig wat kaarten van heb. Zoals de mensen die al langer mijn kanaal volgen misschien weten, is dat ik een tijdje geleden jarig ben geweest, een paar weken geleden. En ik had één cadeautje dat ik nog niet verteld. Ik heb namelijk van mijn vriendin een hele lieve donkerbruine labrador gekregen. Ja, dat is een droevig verhaal. We hebben die moeten laten inslapen. Oei, waarom? Ik had een lichtbruine gevraagd. Ah ja. Ja, het is altijd vervelend als mensen niet luisteren naar wat je precies wil hebben. Goed, dan gaan we weer verder. We beginnen met een Electric Energy. Een Morgrem. Palpitoad. Scoop Up Net. Glaring Darumaka. A Bunnelby. En de Vulpix. Dan een Phantom. En de Oh, we zijn er niet. We hebben wel een prijvogel te pakken. Oh ja, maar in last in land, altijd mooi. Dan hebben we de Reverse Holo Dewblade. Een Uncommon. En dan de Rare. Gaan we onze eerste Ultra Rare pakken.
Oh, we hebben een holo. Een holo Clefable. Het is wel jammer dat ik deze al heb. In holo. Maar wel onze eerste pool van deze video, dus dat is top. Goed, dan gaan we naar de laatste. De laatste packje alweer. Ja, wat je toch wel minimaal uit zo'n tin hoopt te krijgen is een ultra rare. Dus die moet dan hierin zitten. En ik zei al, hè, volgende week Darkness Blaze te zien op dit kanaal. Ik heb echt iets super diks besteld, dus zorg dat je geabonneerd bent. Hier de codecard. 1, 2, 3, 4, hoedje van papier. Misschien dat dat nog wat geluk brengt. En we beginnen met de Fighting Energy. Een Heatrum. Een Karkol. Een Beware. De volgende is een Applin. Dan krijgen we een Hatena. Een Aracuda. De Galarian Meowth. Surskit. En dan komt nu de Reverse Holo als het goed is. Ja. Oeh, een reverse holo rare. Grimmsnarl. Die is best dik. En die heb ik volgens mij ook nog niet. En dan de rare. Is dit dan de ultra rare? 3, 2, 1. Ja, we hebben een Corporaja V te pakken. Oh, ik ben wel echt blij dat we nog een ultra rare hebben. De Corporaja V had ik ook nog niet. Ik heb hier natuurlijk wel de promo kaart van. Dus dit is top. We hebben dus eigenlijk twee pools uit deze tin, een holo en een ultra rare. Dus best prima. Dat zijn ze dan, de pools uit deze tin. We hebben een reverse holo rare Grimmsnarl, een holo Clefable, een Zacian V promo kaart die we sowieso standaard kregen. En dan hebben we nog een Corporaja V getrokken. Helemaal top. Mogen we absoluut niet klagen met deze pools en ik ben er blij mee. Ik ben ook hartstikke blij met de tin. Ik kan het goed gebruiken voor al mijn kaarten. Het is al met al een succesvolle opening. Vond je het nou een leuke video, geef dan een klets op die like knop. En als je nog niet geabonneerd bent, doe dat dan ook meteen even. En dan zie ik je, als het goed is, bij de volgende Darkness Ablaze video. Donderdag om 5 uur. Tot dan, houdoe!